beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Zaterdag 3 oktober 2020 reist Soccer Reporter af naar Lexmond om een video samenvatting te maken van Lekvogels SV Noordloos in de 4e klasse D Zuid 1. In terugblik laten wij u de doelpunten zien van de competitiewedstrijd Altena SVW. Toen vorig seizoen de competitie werd gestopt door corona, stond Lekvogels op de 6e plaats in de 4e klasse D. En Noordloos op de 3e plaats in de 4e klasse D. Vorig seizoen verloor Lekvogels thuis met 0-1 en speelde uit gelijk met 2-2 tegen SV Noordloos. Dit seizoen zagen beide ploegen hun eerste competitiewedstrijd door corona-perikelen worden afgelast. In de tweede ronde won Lekvogels uit met 1-2 van Redico en SV Noordloos verloor uit met 4-1 van Leren Sport 55. Lekvogels en SV Noordloos speelden vanaf 2010 tot nu toe 14 keer tegen elkaar in competitieverband. Lekvogels won 8 keer, speelde 2 keer gelijk en verloor 4 keer. Lekvogels scoorde 33 keer en SV Noordloos scoorde 17 keer. De laatste ontmoeting tussen beide teams, gespeeld op 1 februari 2020, eindigde in Noordloos in 2-2. Het team van trainer Ton Delgouw zal er alles aan gelegen zijn om de punten op sportcomplex Het Bos te houden. En trainer Raymond Sponsley zal graag met SV Noordloos van Lekvogels willen winnen om zo de domper van vorige week als een incident te kunnen zien. Vorig seizoen won SV Noordloos met 0-1. Vermeldenwaardig is ook nog dat Raymond Sponsley enkele jaren terug nog hoofdtrainer was bij Lekvogels. We zijn dan ook benieuwd hoe zaterdag de beide teams elkaar gaan bestrijden en laten we hopen dat we het seizoen normaal kunnen afmaken en corona de competitie niet gaat stilleggen. Helaas moet de wedstrijd zonder publiek worden gespeeld. Daarom is het wel leuk dat je weer tot 's avonds nog even de beelden kunt zien. De wedstrijd staat onder leiding van de heer C.G. Kopper. We gaan nu kijken naar de doelpunten van de wedstrijd Altena SVW. Ja, beste kijkers, het zit er weer op. Helaas kunt u niet in grote getalen naar sportcomplex Het Bos komen om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Maar geen probleem, want vanaf zaterdag kunt u video samenvatting zien van de wedstrijd op soccerreporter.nl en regiovoer.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.